Bestuurslid van de CLO, Michael Miskin, vraagt voorzitter Ronald Hooghart om de eer aan zichzelf te houden voordat zaken in deze organisatie verder escaleren. Hooghart moet nieuwe verkiezingen uitschrijven. Echter weigert hij dit te doen. Inmiddels hebben de overige bestuursleden aan hun advocaten gevraagd te bemiddelen, zodat er wel verkiezingen kunnen worden gehouden. Werkt Hooghart niet mee, dan is het niet uitgesloten dat de rechter wordt ingeschakeld. Aldus Miskin. Dus wij zijn met de advocaat ook bezig. We hebben enkele advocaten die ons ondersteunen. Zij gaan dus nu een tijdpad uitzetten. Het eerste wat moet gebeuren is dat er dus een vergadering van het hoofdbestuur komt, waarbij um, uh, er een vergadering wordt uitgeschreven met als agenda vervroegde verkiezingen. En. Uh, meneer Hoeghart wordt dan aangeschreven dat er zo'n vergadering moet komen. Het hoofdbestuur moet ja, zeggen. De acht bestuursleden en de bestuursleden die aan zijn moeten bereid zijn bij elkaar te komen. Als hij dat niet wil, dan breng je hem naar de rechter. Toch? En dan kan het proces verder gaan onder de rechter. Maar de advocaten zijn nog niet zo ver. Ik kreeg een tijdpad, uh, onder een, uh, ja. Ik kreeg een tijdpad van ze. Maar daarna zijn we ook bezig met bemiddelaars. Uh, we hebben prominenten in de samenleving die bemiddelen. Sommigen van de politiek, anderen niet van de politiek. Uh, allemaal zijn wel het over één ding over eens. Men zegt van Ronald, ga met alle eer weg. Miskin zegt verder dat zelfs vrienden van Hooghaard hem hebben gevraagd... om afstand te doen van de functie als voorzitter. Echter zonder resultaat. Uh, een van ze zei van Ronald, ik... Ik heb een organisatie geleid, een voetbalvereniging, twintig jaar lang. Ik ben met alle eer weggegaan. Ik ga met alle eer weg. Een, een, een ander heeft ook met meneer Hoegaard bijvoorbeeld dus twee, twee gesprekken met meneer Hoegaard gehad. heeft gezegd van naarmate de tijd verstrijkt en jullie elkaar bekogelen, toch, er, er ontstaat alleen maar schade aan jullie beiden, toch. Eigenlijk, mee en mijn gedachten, natuurlijk, meer voor meneer Hooghart, want jij bent de persoon die aan het eind van je carrière staat. Bestuurslid van de CLO Michael Misken tegenover onze nieuwsdienst. Hij vraagt CLO-voorzitter Ronald Hooghart de eer aan zichzelf te houden en bestuursverkiezingen uit te schrijven.